Dames en heren, meisjes en jongens, het grote moment is aangebroken. Burgemeester De Lange en zijn vrouw staan klaar om de zaal binnen te komen met de personen die vanmorgen een koninklijke onderscheiding krijgen uitgereikt. Bij het binnenkomen is een staand applaus op zijn plaats. Vooraf nog één verzoek, wilt u uw mobiele telefoon van 10 tot 11 uitschakelen. Dank u wel. Vernieuwde cultuurhuis het Huiken. Ik ben blij dat er zoveel mensen aanwezig zijn bij deze bijzondere gelegenheid. Prachtig moment. U heeft wellicht al gezien dat er 3 inwoners van onze gemeente vandaag een koninklijke onderscheiding krijgen. En voordat we de versierselen gaan opspelen, zal ik ze toespreken. Hartelijk welkom ook aan uiteraard degenen die gedecoreerd worden. En hun partners. Ze weten inmiddels dat ze koninklijk onderscheiden worden zometeen. Uiteraard ook welkom aan de echtgenoten die ongetwijfeld veel hebben moeten lijden onder al de activiteiten die de partners hebben ontplooid. Verder kinderen, kleinkinderen, andere familieleden. En sommigen zijn van heel ver gekomen, heb ik gehoord. Hartelijk welkom. Voorstellers, collega's, vrienden. En alle betrokkenen van de betrokken instellingen en verenigingen waar deze mensen actief waren. Bijzonder ook welkom aan de raadsleden, de leden van het college van BNW en uiteraard de media die uitgebreid verslag zal doen van het feit dat u onderscheiden wordt. Op 30 april 1815 heeft koning Willem I 2 staatsorden ingesteld. De militaire Wilmsorde en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Destijds waren die bedoeld voor personen die op het slagveld moed hadden getoond of zich anderszins voor het pas ontstaande Koninkrijk der Nederlanden verdienstelijk hadden gemaakt. Decennia later, in 1892, kwam daar de 3e staatsorde bij, de Orde van Oranje-Nassau. Het benoemen van personen door de koning tot ridder is een traditie die zich tot op de dag van vandaag voortzet, zo ook weer tijdens deze lintjesregen. De besluitvorming en de afronding van de toekenning van koninklijke onderscheidingen is elk jaar weer spannend. U weet wellicht dat er een hele lange procedure aan vooraf gaat aan het toekennen van een onderscheiding. Via de gemeente gaan de voorstellen naar de commissaris van de koning in de provincie, daarna naar de kanselarij van de Nederlandse Orde en vervolgens naar de minister. Vervolgens wordt het koninklijk besluit genomen en vanaf december komen dan de meeste berichten binnen over de besluiten die door de koning genomen zijn. En worden de versierselen vervolgens naar ons toegestuurd. Dit jaar zaten we in februari nog te wachten op alle beslissingen. En sommige mensen, sommige indieners, voorstellers worden dan natuurlijk een beetje zenuwachtig. Gaat het wel door? Maar, ik kan u geruststellen, de laatste beslissing werd pas in maart genomen. Maar het is toch gelukt. En een heleboel mensen zijn er druk mee geweest. En met name de voorstellers, want onderschat dat niet als een onderscheiding wordt aangevraagd, dan moet er heel veel informatie worden aangeleverd. En dat moet op tijd worden ingediend. Nou, spannend was het vanmorgen ook natuurlijk, want het is altijd de uitdaging om te zorgen dat mensen hier komen zonder dat ze iets in de gaten hebben. En daarvoor moet je een geheim kunnen bewaren. En niet iedereen kan dat. Zo heb ik begrepen dat de heer Sneevliet het niet langer voor zich kon houden. En het toch een weekje geleden of zo verteld heeft. Maar de andere 2 die waren echt verrast vanmorgen, want die kwamen namelijk voor de onderscheiding van een ander. Er kwam hier een meneer van Loo binnen met een bosje asperges. En dat is zijn zuster. Mogelijk zou worden volgen naar die aardige zuster die daar achterin zit, begrijp ik.
U krijgt hem niet, helaas. En de heer Bloemendaal kwam met een fles cognac binnen voor zijn goede vriend Peter Nagelhout, ook aanwezig? Nee. Nou, dat was die smoes helemaal afgeslaagd. Die fles die houdt u te goed. Maar het feit dat u hier totaal verbaasd binnenkwam, dat was de bedoeling dus. Mooi dat dat gelukt is en dat u hier op tijd was. Want ja, stelt u zich voor dat we hier een volle zaal hebben, u komt niet. Of u laat het afweten, want u zegt, ja, ik ga toch echt mijn schapen nu scheren. Hè? Dat had gekund. Dames en heren, nogmaals hartelijk welkom. En we hopen er een mooi, plechtig moment van te maken. En ik wil nu overgaan tot het uitreiken van de onderscheidingen. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Peter Bloemendaal, geboren op 16 maart 1945, wonende aan de Plutstraat 136 in Elburg. Meneer Bloemendaal, uw vrijwilligerswerk is al heel lang geleden begonnen. Niet minder dan ruim 40 jaar terug. Als jong broekie van 20 werd u in 1965 jeugdouderling in de hervormde kerk van Bilthoven. En degenen die een beetje thuis zijn op kerkelijk terrein weten wel ongeveer wat deze ambtswerkzaamheden inhouden. Dat betekent heel veel uren. Sinds u woonachtig bent in de gemeente Elburg bent u op tal van terreinen actief geweest. Ik mag wel zeggen, een hele grote variatie aan vrijwilligerswerk. Het begon allemaal met het peuterspeelzaalwerk, de beginjaren ervan, in de jaren 1974 tot 1980. En als voorzitter was u druk met het vinden van goede accommodatie, leiding en subsidiemogelijkheden. In die jaren was niet iedereen enthousiast over dat peuterspeelzaalwerk, maar dat is in de loop der jaren heel erg veranderd. Hierna volgde de periode van penningmeester van de Nederlandse Protestantenbond in Elburg en het voorzitterschap van het Stadsknapenkoor Elburg, later overgegaan in het Holland Boys Choir. In de bloeijaren genoot het koor landelijke en internationale bekendheid. De begeleiding van de knapen en het bijbrengen van discipline vormden belangrijke aspecten natuurlijk om het koor naar een hoger niveau te tillen. Ook het oefenen van de uitspraak voor de uitvoeringen van de Matthäus Passion en de Lessons and Carols waren belangrijk. Je onderwijservaring kwam hierbij uiteraard goed van pas. In de jaren 1990 tot 1998 was u voorzitter van het Protestants Christelijk Basisonderwijs met 4 locaties in de kern Elburg. Bijna 6 jaar was u lid van het wijkcomité Oosthoek Vrijheid, waarvan 5 jaar, hoe kan het ook anders zou ik bijna zeggen, als voorzitter. In het wijkcomité heeft u uw steentje bijgedragen aan een veilige en prettige woonomgeving voor iedereen. U werd in die periode regelmatig gesignaleerd in het gemeentekantoor om te overleggen met wethouders en ambtenaren. U was present bij informatiebijeenkomsten en verkiezingsdebatten om aandacht voor de wijk en het welzijn van de wijkbewoners te vragen. Tijdens de wijkschouw zag u er persoonlijk op toe dat afspraken met de gemeente nagekomen werden. En eigenlijk mag de social sofa, de gemozaïekte bank bij de Vrijheid, bij het winkelcentrum De Vrijheid, best Peters bankje worden genoemd. U vond dat er in de wijk een kunstwerk ontbrak. En samen met jongeren van de school is het geluk om die prachtige bank te realiseren midden in dat winkelcentrum. U bent gedurende 6 jaar mantelzorg geweest bij een echtpaar in het woonzorgcentrum De Vrijheid. En voor zover ik heb begrepen heeft u nog steeds geen punt gezet achter uw vrijwilligersactiviteiten. U bent destijds als jeugdouderling begonnen en op dit moment bent u nog steeds wijkouderling in de Ichterskerk in Elburg en interim voorzitter van het Gelders Oratoriumkoor. Uit de informatie die ik over u gekregen heb komen de volgende typeringen naar voren. Passie, inzet, sociale visie, doorzetten, betrokken, kundig, loyaal en sympathiek. Mooie typeringen. Hartelijk dank voor alles wat u gedaan heeft als vrijwilliger voor de gemeenschap van Elburg. Al die inzet die is niet onopgemerkt gebleven. Peter Bloemendaal, vanwege al uw inzet bij deze activiteiten en gelet op de aard, duur, betekenis en uitstraling ervan, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd en in de felicitaties wil ik uiteraard ook uw vrouw
kinderen en kleinkinderen betrekken. Mag ik u vragen om samen naar voren te komen? Kom hogerop. Ik zal deze even voorlezen, dat doe ik met een microfoon. U mag wel even meekijken hoor. Orde van Oranje-Nassau, Zijne Majesteit de Koning, grootmeester van de Orde van Oranje-Nassau, heeft bij zijn besluit van 7 maart 2016 Peter Bloemendaal, geboren te Apeldoorn, op 16 maart 1945 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het staat recht. Ik ga hem u geven. Iets opzij voor de camera, denk ik. Het is altijd weer een kunst om het een beetje netjes te doen. Dan staat hij goed. Van harte gefeliciteerd. Ja, heel hartelijk bedankt. U krijgt van mij een bosbloem. Deze hoort erbij. Applaus. U mag gaan zitten. Peter. Deze mag je ook. Ja. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Albert van Loo, geboren op 16 augustus 1959, wonende aan de Schietweg 4 in het Harde. Hier heeft wat familie meegenomen, zie ik. Meneer van Loo, u bent van 1984, dus al 32 jaar, voorzitter van de kleine afdeling van bedrijfsverzorgers. Vanaf 2000 bent u tevens voorzitter van de Vereniging van Bedrijfsverzorgers Oost-Nederland met 225 leden. De vereniging treedt op als belangenbehartiger voor de leden op het terrein van arbeidsvoorwaarden en werkafspraken. U bereidt de maandelijkse vergaderingen voor en leidt deze. U bezoekt zieke leden en vertegenwoordigt de vereniging bij onder andere jubilea. Sinds 1990 bent u lid van de CAO-commissie van de CNV Dienstenbond. U vertegenwoordigt de leden tijdens de CAO-onderhandelingen. U onderhandelt over werktijden, salarissen, toeslagen enzovoort. Uit de informatie blijkt dat u door de jaren heen een doorgewinterde onderhandelaar bent. Uw werk kenmerkt zich door een onafvolgbare dossierkennis, zoals mij verteld. U schroomt ook niet om actie te ondernemen. Tijdens een actie in 2012 toonde u zich een bekwaam woordvoerder. Het ging u altijd om recht, eerlijkheid en openheid. Collegiaal belang stelt u voorop. De beelden op YouTube over de werkonderbreking zijn nog steeds beschikbaar en laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Daarnaast bent u al ruim 30 jaar secretaris van het Nederlands Tessels Schapenstamboek afdeling Gelderland. U draagt de stropdas van de club. De organisatie houdt zich bezig met het registreren van gegevens van Tesselaars en het terugleveren van informatie op basis van deze gegevens aan de schapenfokkers en aan derden. Zo worden gegevens verzameld over afstamming, bevruchting, exterieure kenmerken, groei enzovoort. Volgens uw kinderen was het vroeger altijd een hele happening als u meedeed aan de schapenfokdag. U drukt bezig om de schapen op zijn mooist te krijgen en de kinderen gezellig rondlopen in de kooi. Ze bewaren er mooie herinneringen aan. Zo nu en dan won u ook nog wel eens wat, maar volgens mijn informant was u drukker met het organiseren en regelen van allerlei zaken om er maar voor te zorgen dat alles goed verliep. Dat vond u eigenlijk belangrijker. Bij uw werkgever AB Oost bent u breed inzetbaar. Werkzaamheden op het terrein van de veehouderij en de akkerbouw, met als specialiteit, en daarvoor staat u bekend in het gebied, met als specialiteit het vangen van mollen. Ja, dat is een belangrijk werk. Iemand die hulp nodig had in zijn bedrijf,
ik heb de anekdote gehoord, iemand die eens hulp nodig had, die had op voorhand niet zoveel vertrouwen in u. Hij zei, een medewerker uit de veehouderij op ons akkerbouwbedrijf in de Flevopolder, die veeboeren snappen toch niks van aardappelen en uien telen. Nou, het oordeel bleek verkeerd. In totaal heeft hij daar inmiddels al 30 jaar gewerkt en bent u inmiddels goede vrienden geworden. Het is ook altijd leuk om een reactie van de kinderen te krijgen en te verwerken in de toespraak. En een persoonlijk tintje mag er ook wel bij. Een van de kinderen zei, mijn vader is zeer sociaal en maakt met iedereen een praatje. Natuurlijk heeft hij ook zijn eigenaardigheden, maar iedereen die mijn vader goed en al wat langer kent, weet dat hij een groot hart heeft. Mooi gezegd toch? Hartelijk dank voor alles wat u gedaan heeft als vrijwilliger voor de gemeenschap. Dat mag beloond worden en dat gebeurt vanmorgen ook. Albert Verloo, vanwege al uw inzet bij deze activiteiten en gelet op de aard, duur, betekenis en uitstraling ervan, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd en in de felicitatie wil ik uiteraard ook uw vrouw en uw kinderen betrekken. U mag naar voren komen. U heeft uw pak aangetrokken. Dat was u eigenlijk niet van plan vanmorgen. Maar ik ben blij dat u het toch aan heeft. Dan kan ik u zo meteen wat opspelden. Orde van Oranje-Nassau. Zijne Majesteit de Koning, grootmeester van de Orde van Oranje-Nassau, heeft bij zijn besluit van 19 februari 2016 Albert van Loo, geboren te Doornspijk, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als er iets opzij gaat, dan kan de camera het goed filmen. En dan zitten we toch met dat ding, hè? Hij staat hier goed. Lukt het? Ja, het lukt. Hij staat hier goed. Gefeliciteerd. U krijgt nog bloemen. Mooi. Mooi. Meneer Verloo, die mag u houden. Ik zie dat u uw eigen fanclub heeft meegenomen. Welkom mannen. En dan zijn we alweer aan de laatste. Het heeft Hare Majesteit behaagd om, zijn de Koninklijke Hoogheid behaagd om slechts 2 of 3 Elburgers, 3 inwoners van onze gemeente te onderscheiden bij deze koninklijke onders, deze lintjesregen. En de laatste is een bekende voor velen in Elburg. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Alida Christia Sneevliet, Sneevliet Raadstaak. Geboren op 17 oktober 1957, wonende aan de Ellestraat 25A in Elburg. Beste Lida, in de loop van de jaren hebben we elkaar regelmatig ontmoet en wel aardig leren kennen. En daarom ben ik maar zo vrij mijn toespraak te beginnen met beste Lida in plaats van mevrouw Sneevliet. Ja, daar zit je dan, op de voorste rij, in een voor jou zeer bekende omgeving. Dat we vanmorgen voor de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen gebruik maken van het cultuurhuis Het Huiken, is met name ingegeven door de uitreiking aan jou. En dat leek ons wel gepast. De voordracht om een koninklijke onderscheiding aan jou uit te reiken vermeldt een groot aantal gevarieerde vrijwilligersactiviteiten. Toch wil ik beginnen met iets anders. Bij velen bekend, maar vast niet bij iedereen. Dames en heren, Lida Sneevliet werd in 2007 de eerste vrouwelijke wethouder van de gemeente Elburg. Bijzonder, deze primeur kan niemand je afnemen. Lida, het wethouderschap is een betaalde functie en daarom geen reden voor een koninklijke onderscheiding. Ik vond het toch belangrijk om deze primeur even voor het voetlicht te brengen. Dan gaan we naar de vrijwilligersactiviteiten. 30 jaar geleden, in 1986, werd je secretaresse van de Stichting Peuterspeelzaal in Elburg. Mede door je inzet en deskundigheid verliepen de contacten met de leidsters, de ouders
en de gemeente constructief. Deze bestuursfunctie heeft je heel wat tijd gekost in die jaren. Maar het heeft wel geleid tot een bloeiperiode van de peuterspeelzaal in Elburg. Van 1993 tot 2007 was je secretaris en voorzitter van de VVV Elburg. Ook hierin heb je heel veel uren gestoken. Volgens mijn gegevens leidde je de bestuursvergadering op een uitstekende wijze en was je een vraagbaak voor velen en een bindende factor, ook in met name regioverband. Vanaf 2002 kwam de politiek in beeld in de gemeenteraad van Elburg. En dat heeft tot 2014 geduurd. 3 perioden van 4 jaar. Volgens de aanwijzingen krijgen gemeenteraadsleden na 12 jaar raadslidmaatschap in de regel een koninklijke onderscheiding. Omdat de jaren wethouderschap niet meetellen, kwam je destijds nog tekort. Je werd gemeenteraadslid voor het CDA. Je had niet alleen oog voor de belangen van je politieke partij, maar voor alle Elburgers, alle burgers, in alle kernen van de gemeente. Tijdens je raadsperiode en ook tijdens je wethouderschap toonde je een autoriteit op het terrein van de ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme. Je kon je verhaal doen, was regelmatig visionair gericht, het wat verder kijken dan gemiddeld en wat dieper ingaan op de zaken, dat ligt je wel. En bij onderwerpen als de toekomstvisie en structuurvisie kwam er nadrukkelijk naar voren en vond ik je op je sterkst. Wat ik altijd bijzonder in je heb gewaardeerd is je professionele houding. Ook toen het wethouderschap eindigde, ging je verder als raadslid. Niet verzuurd of verbeten, maar inhoudelijk betrokken en constructief. En daarvoor verdien je veel respect. In 2011 werd je secretaris van de vereniging Gemeenschapscentrum Elburg. Deze activiteit heeft je veel vrije tijd gekost. Je hebt je bijzonder ingezet voor de transformatie van het Huiken, waar we vandaag iets van kunnen zien. Je hebt ervoor gezorgd dat de kernpartners zich konden vinden in de uiteindelijke voorstellen. Hier ging een aantal jaren van vergaderen, overleg, besprekingen, frustratie en misschien wel moedeloosheid aan vooraf. Het uiteindelijke resultaat is zichtbaar geworden. Een prachtig cultuurhuis, het Huiken, is tot stand gekomen. En uit de informatie die ik gekregen heb, citeer ik het volgende. Wanneer Lida de kar niet had getrokken, was de transformatie een utopie gebleven. Ook bij dit gebouw ging je met visie te werk. Na een zorgvuldig proces is er aandacht geschonken aan veel details en een mooie, op elkaar afgestemde invulling. Je hebt het op weten te leveren als een mooi, modern gemeenschapscentrum, passend bij deze tijd. En ook voor deze realisatie verdien je een groot compliment. Ik heb een voorgesprek gehad met enkele personen die je goed kennen, nog beter kennen dan ik. En daarin kwam onder meer naar voren dat je op een bijzondere manier een maatschappelijke verantwoordelijkheid uitstraalt. Je voelt je verantwoordelijk voor de mensen om je heen. Daarmee ben je vergroeid. Het past bij jou. Je weet te verbinden en bruggen te slaan. En daarin ben je dapper en een doorzetter. Mooie typeringen. Je geeft ook andere tips. Soms gaat het wel wat ver. Na een paar dagen in het ziekenhuis komt het in je op om aan de leiding wat tips te geven om dingen in het ziekenhuis anders te organiseren, waardoor de bedrijfsvoering soepeler kan verlopen. Gratis advies, zullen we maar zeggen. Typisch Lida, dacht ik toen. En dat is ook heel mooi eigenlijk. Lida, hartelijk dank voor alles wat je gedaan hebt als vrijwilliger voor de gemeenschap van Elburg. Dat mag beloond worden en dat gebeurt vanmorgen ook. Alida Christia Sneevliet Radstaak, vanwege al uw inzet bij deze activiteiten en gelet op de aard, duur, betekenis en uitstraling ervan, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd en in de felicitaties wil ik uiteraard ook je man en kinderen betrekken. Je mag naar voren komen. Om te bewijzen dat het echt is. Zijne Majesteit de Koning, grootmeester van de Orde van Oranje-Nassau, heeft bij zijn besluit van 17 februari Alida Christia Sneevliet Radstaak, geboren te Epe, op 17 oktober 1957, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. We gaan hem opspelden. Ietsje naar achteren nog. Ja. Dat is altijd een uitdaging, hè?
Kijk wat die rotsje doet. Nou. Ja. Hij is mooi, hè? Dit is een vrouwelijke, jazeker. Ja. Ja, deze is anders. Ja? U moet ze straks maar even. U moet ze straks maar even bekijken. Ze zijn verschillend. Dus de vrouwelijke versie en de mannelijke versie is een andere. Oké. Geen Valida. Dankjewel. Oh, nog een vraag. Eddie. Voorzichtig. Dames en heren, het officiële gedeelte van deze morgen zit er alweer op. Zo dadelijk komt er nog een fotomoment voor degene die een kokenonderscheiding hebben ontvangen. Er is een hapje en een drankje. Ik heb nog één mededeling. Ik wil graag dat de decorandi uitnodigen voor de receptie van het gemeentebestuur die morgen gehouden wordt in de kloosterkapel in Elburg. In verband met Koningsdag is er altijd in de kloostertuin een receptie. Daar zijn alle mensen die gedecoreerd zijn het afgelopen jaar. Die worden nog een keer in het zonnetje gezet. Maar er zijn ook heel veel andere Elburgers, altijd wel een paar honderd. Morgen wijken we uit naar de kloosterkapel vanwege de slechte weersomstandigheden die we verwachten. Dus het wordt een beetje druk, maar het is wel heel leuk als u daar in ieder geval bent. Maar iedereen is uiteraard van harte welkom. Ja, de receptie die begint om 11:30. En die is dus in Museum Elburg, de kloosterkapel in het museum. Bij die gelegenheid zal ook het jeugdlintje van de gemeente Elburg worden uitgereikt. De gemeenteraad van Elburg heeft ruim een jaar geleden het besluit genomen tot de uitreiking van jeugdlintjes. Vorig jaar hadden we de primeur. Het is mooi om te zien dat ook jongeren zich storten in het vrijwilligerswerk en daarmee de samenleving ten dienste staan. En dat zal morgen weer blijken. We gaan nu foto's maken. Ik zou zeggen, geniet van deze mooie dag met degenen die u lief zijn. En er is ruimte voor een hapje en een drankje en... Ik kijk even naar de fotografen waar de decorandi naartoe moeten. Hier? Voor de vlag? Prima. Ik dank u voor uw komst en wens u allen nog een hele fijne dag. En voor u is een hapje en een drankje en de decorandi graag even naar voren. Ja, dat is een mooie dag. Ja, dat is een mooie dag.
Meneer Van Loo, u stond vanmorgen op en toen had u niet het idee dat u hier nu op een podium zou staan. Nee, ik moest een half uur eerder gaan melken omdat de monsternemer vandaag een oppasdag had. Dus ik moest nog extra vroeg uit bed ook nog. Ik denk, wat een gedoe allemaal, flauwekul allemaal. En het was eigenlijk allemaal voor mijn zus bedoeld. Dus, maar het was voor u? Eigenlijk zou ik er helemaal niet heen gaan. Ik denk, als het me helemaal te druk wordt, dan ga ik er helemaal niet heen, weet je wel. Maar ja, toen ik bij huis kwam, toen alles op alles gezet, was ik toch op tijd thuis. En toen zeiden ze van, ja, er ligt een pak klaar. Ik zei, ja, maar ik doe geen pak aan. Ik doe gewoon mijn sloffie aan en het is goed. Ik zeg, ik zit toch maar in de zaal, dat is allemaal hartstikke goed. Maar ja, je moet toch een pak aan doen, want misschien krijg jij wel een lintje. Ja, door in. Toen begonnen mij iets te dagen. En en hier sta ik. En hoe voelt dat dan? Ja, toch wel emotioneel toch, hoor. Ja. Want dat is niet iets wat je elke dag verwacht, hoor. Ik vond eigenlijk in het verleden allemaal een beetje flauwekul eigenlijk. Maar ik hield het wel in de gaten. Ik denk, ja, zoiets dat krijg ik nooit. Want ik zet me meer niet plaatselijk in, maar meer landelijk ook niet. Ja. Dus ik denk van, zoiets dat krijg ik nooit, maar ja, dat kun je zien. Ook voor bescheiden mensen is een lintje op zijn plaats. En ik denk van dat je deze dag nooit meer vergeet. Dat sowieso, ja. Ja. Hij is u van harte gegund. Dankjewel. Okay. Gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Mevrouw, nog eventjes, want de man kan vaak niet met die vrouw die daar dan achter staat. Hoe voelt dat voor u? Ja, mooi. Een heel mooi moment. Hij verdient het. En dat zijn vaak de stille werkers op de achtergrond, hè? Ja, inderdaad. Hij is altijd actief en altijd bezig. Nee, echt heel mooi. Maar ik word er ook helemaal emotioneel van, dus... Geniet van deze dag, dat is belangrijk. Dank u wel. Dank u wel, hoor. Ja, hoor.